We zijn eindelijk weer een keer op carnaval tour en jullie gaan mee. Oh ja, en ook hebben we bedacht dat het leuk is om een pot te hebben met allemaal challenges erin. Challenges die voor schut zetten, eigenlijk. En ik heb besloten om deze pot er gewoon in te houden. Dus als je nog leuke ideeën hebt voor in de pot, zet ze hieronder in de comments. En misschien zie je wel een ongemakkelijke challenge van jou terug in de volgende video. En wanneer ik je al helemaal terug zie bij de volgende video, is als je bent geabonneerd op dit kanaal. Want het gaat steeds beter. Nog maar 40,1% van de mensen die deze video's kijken is nog niet geabonneerd. En we hebben bijna de 900.000 abonnees, guys. Dus dat zou echt mega zijn. Oké, laten we beginnen. Yo, we gaan de hele dag carnavallen. Sean, ja. Bram en ik hebben shows, maar we gaan daarvoor nog de stad in. Dat wordt super lit. Waarom staan we hier? Hierom. Ja! Stel je voor, ik zou mijn best doen. Ja? Fuck, okay, weet je, dan doe ik ook mijn best. Dan en ik zijn nu nog in het hotel, maar we gaan er zo meteen de stad in om ze even helemaal gek te maken daar zo. We hebben gisteravond al een paar shows gehad, het zag er zo uit. We zijn niet meer topfit, maar... Yo, dat is een beetje fucking fit nou, hè? Hey, Paarden! Mirko! Fritsje! Joop! Hey! Joopie! Hey! Dit was niet grappig. Nee. En ergens midden in de stad, in een hotel, waren mijn vrienden dus al om zich rustig voor te bereiden op deze dag. Ja! Sorry bro, sorry! Ik ben wel de laatste tijd best wel dronken telkens in je video's, maar vandaag gaan we even dat niet doen, toch? Nou, nee, gewoon rustig aan, man. Gewoon misschien maximaal één drankje. Oké, en ik ben die challenge pot niet vergeten. Dus dat gaan we doen. Oké, we komen nu langzaam in het epicentrum van carnaval. En ik denk dat het tijd is dat Sean en ik een opdracht gaan doen. Nu al! Sean! Oké, Sean moet de eerste opdracht doen en ik heb ze allemaal op mijn telefoon staan. De opdracht luidt: loop naar een willekeurig persoon en vraag zijn / haar nummer. De groep bepaalt wie. Ja, Sean moet. De groep. Oh. Maar Sean moet. Dit vind ik dus een van de kutste dingen om te doen. Ja. Eigenlijk zag ik deze opdrachten meer voor me met een verborgen camera, maar iedere keer ging er een hele groep op af, inclusief onze cameraman. Ja, Sean, go, go. Ja. Wat ziet hij er fantastisch uit? Nou, fijn. Ik heb alleen één probleem. Ik heb één probleem met mijn telefoon. Hij is kapot. Oh ja? Ja. Want en je wil jouw moeder nou bellen? Nee. Maar uw nummer staat er nog niet in. Oh, nou. Mag ik die er alsjeblieft in zetten? Ik denk dat je moeder dat helemaal niet leuk vindt. Dus dat is een nee? Dat is een nee. Hebben we hem? Nee. Ik ben afgewezen door een Chanel tas. Ik ben gek, wow! Hey! Moet je ook komen? Oh, hartstikke mooi, vind ik. Jou ook. Ik doe dit thuis niet na. Ofwel, wat je wil trouwens. We kwamen ook steeds gekkere types tegen. Ik ga konijn uit deze hoed toveren. Ah, zit er niks in zitten? Hier zit niks in. Hocus pocus pilatus pas, waar het hier een konijn was. Vraag eerst weer met iets wil opnemen, maar daarna pas het van. Ja, en dit gaat natuurlijk in één keer goed. Oh, kutzooi! Nee, zo moet hij helemaal niet! Je moet zeggen, kan je het oprapen en dan zit hij wat en dan gooi je het zo. Oh, dit is heel awkward. Kan je eens waar staan? Vrouw. Ik heb een vraag. Kunt u dat oprapen? Wat? Nou, wil je gaan bukken hier? Nee! Ja! Yes! Let's go! Kom maar, ja hoor! Hey! Let's go! Jullie scoren niet. We hebben hem. Het is dan een ideale pijp over. Ja. Oké, tijd om even rustig een klein biertje te doen. Ah!
gaan. Hey, ja. Oké. Oké, deze opdracht ging mij ook in één keer goed af. Ik heb een heel leuk feitje, bro. Mag ik u één ding vertellen? Nou. Sinds kort zijn er dus pingwins gevonden. Ja. Op de Zuidpool. Vet shit, hè. En ze hebben ook geen knieën. Geen knieën? Nee. Nou, daar hebben ze wel oren. Dat weet ik eigenlijk niet deze, bro. Hè? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Oh mijn god, meisjes gaan maken wat ik klopt, denk ik. Wist jij dat er sinds 2 weken geleden officieel beren zijn gespot in Nederland? Nee, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Dat is echt waar, hè? Stefan, dat weet ik. Hey, ik geef jou die facts, bro. Ik geef jou die facts. Maar waar in Nederland? Eindhoven. Hij staat hier. Ik kan niet vliegen. Maak me wel pikken. Weet je dus dat de bakstenen die hier liggen gelegd zijn 1 voor 1 in 1888. Oh, keihard. Dat is echt waar. Mark Groen, dat is echt zo. Hallo mensen, abonneer. Toen werd ik gebeld door een jonge man genaamd Frank Slotta. Je moet nu komen! Frank, waar ben je? Oh, hij heeft al opgehangen. Ja. Wat een kutdag heb jij, zeg. Ja. Maar je bent nu in goede handen. En toen kreeg mijn cameraman ruzie met Frank's cameraman, want er kan er natuurlijk maar één echte zijn. Nou goed, tijd voor nog een opdracht. Oké, doe een handlezing bij een willekeurig persoon. Anale seks. Met dieren. We waren nu de helft van de groep al een tijdje kwijt, maar er was nog een probleem. Steve, ik heb een probleem. Ik begin lam te worden. Wie is lam? Ik! En nu moesten we even op de rest wachten, want die zouden hierheen komen. Maar dat wachten gaat prima. Op een gegeven moment wilden er heel veel mensen op de foto, maar gelukkig had ik super goede bewaking bij me. Ja, ik op de foto! Nee! Ja, nee! Oh mijn god! Nee, je mag niet op de foto! Geen foto meer! Steven is echt gek, kijk net. Laten we zien hoe gek je bent. Hij is echt gek! Oh, maar ja, dit vind ik dus zuur, want dat zou ik dus letterlijk nooit doen. Luister, jongens, even serieus. Ik moest er meteen nog draaien, optreden. Oh, ja. Nee. Ik moet ook zo meteen nog feesten en zo. Hé, trouwens, check dat daar dan! Nee, maar wacht even. Je moet heel even daar kijken. Hey, ja. Sean! Jij zou nooit dat biertje vatten, toch? Nee, wat is dat daar trouwens? What the fuck?
Oké, nou, nu was er genoeg gedronken. Tijd om weer... Huh? Ja, toen was het tijd voor de eerste show van mij, Bram en Sean die avond. Nee, moeten we op? Nee. Oh, ik ben echt zenuwachtig. Oh, ga ik eindelijk mijn rap act opvoeren? Laten we even gaan kijken hoe het eruit ziet. We gaan ze even gek maken vanavond. We gingen eerst nog even zelf in het publiek wachten totdat we op moesten. En zoals je ziet waren we nog heel scherp en het beloofde veel goeds. Want we hadden gelukkig maar 4 shows deze avond. Oh. Wij gaan op zoek naar iemand die mond aan mond nodig heeft. Ja. Ja! Ik heb het gevoel! Ja! Hey! Doe een romantisch aandoen aan een willekeurige persoon. Vrienden zijn er niet mee. Zij. Nee! En toen was Bram er ook eindelijk en was het tijd om deze tent even helemaal op zijn kop te zetten. Daar moesten we dus gelijk door naar nog 3 andere shows en dat ging ongeveer zo. Hier klikken voor een soort gelijke chaotische video. Dan kan je die ook even kijken erachteraan meteen. Doe maar, dat is leuk. En ik hoop jullie de volgende keer te zien. Later.